graag buiten binnen, dan herken het net mooier. Nee? Dan dit. Als je maar eens om je heen. Nee, nou is het natuurlijk ook heel mooi waar nu. Want een keer meer waar het ben je direct. Maar het is gewoon, ja, als je die beleving hebt, dan is het fantastisch mooi. Dat is het mooiste werk wat je maar bedenken kan. Boel maar even skiën. Nou, ik ben hier ongeveer één keer in 2-3 weken ben ik hier. Dan controleer ik mijn materiaal. Ik heb hier ongeveer 35-40 vankooien in dit gebied. En die zorg ik dan naar. En die maak ik skiën. En ondertussen dan speur ik ook. Nee, ook weer beelden vind ik van muskusrotten. En als ik beelden vind, dan probeer ik de nesten op te zoeken in te bouwen. En daar zet ik klem. Nou, dit is een skijndoeker. Dit is eigenlijk maar een heel kwaad buisje. Daarmee horen we het eigenlijk voor de gek. Dan denken ze dat het een gewone buis is. Dat ze ergens uitkomen, maar... Dan hebben wij er een voek in mijn klem. Nou, hier zit dus hier niet. Dan kan je echt zien hoe het werkt. Dit is een jonge muskusrot. Maar vrij liefde hier. Een jong van de simmer. En ja, dit is dus in plaats van verdrinken, ja, is het op deze manier. Het gaat wat sneller. Dus, hoeveel heeft er intussen van het vang? Nou, want hier zit ik ongeveer op een 30 nog maar. Maar in het begin, toen ik dit dier, doet het nog ongeveer 4 uur. Toen vond ik ongeveer 1500 in dier. Dus dat is al een heel verschil. En wat is nou beter, een heel soort vangen of maar een peer vangen? Een peer vangen is volle beter, want dan heb je sowieso heel minder skiën. En dan hoe je ook minder bezig deed, maatje. Ik bedoel, dat is ook beter. No? Die laat wachten voor de vos. Die haalt hem vannacht wel op. Je moet een bepaalde speurs in had, denk ik. Je moet soms krijgt even iets meer zien. Dan gemiddeld bij. En wat dat is, ja, dat vind ik moeilijk om te jaan, maar dan moet je dingen opvallen. Nee, dat, Had u zijn sjoggers thuis die denken, nou, dit is wel een mooi baantje, dit wil ik ook wel. Ja. Vooral een heel soort het veld in het oefenen. Ah, je zei ze vroeger, Jan is een veldmansje. Dat was gewoon het geheim net voor het Jan, ja. Dat is het. Dat is het weer als nooit concurrent, ik zeg het lekker niks. Nee. Nee, daar ben ik net bang voor. Nee, die moest de rietplaat. Die rietplaat moest zelfs die kant uit loeken. Juist, ja. Zo, je houdt hem bij, Ben? Ja, helemaal op je kant. Hoe ligt het dit? Tot onder boven, nou, dit is beter moeten net. Nee, nou? Nee. Wij zetten de wiezenplaat er over op. En is het jouw baan? Nee, het is net mijn baan, maar het is al op mijn paard komen. Dus, nou ja, past wel bij mijn werkzaamheden. En wie is dan die meneer? Dat is mijn broer. En had hij een tijd had, dan helpt hij mij. Zullen we zulke punten kijken net linnig. Oké. Dus dan is hij de helpende hand. Dus het is wel een geschikte knaap? Deze is heel geschikt, ja. En altijd rustig. Ja? Ja. Ja, dat scheelt. We gaan nu naar boven. Oké. Gas. Ja.
plastic hebben we er net al. Nee? Hebben we wel als we de wiezen erop zetten, wat vies ervan? Anders is het is net mooi. Gas. Ik heb hier nachten van droom van dit. Ik denk, dit wordt hartstikke mooi. Ja, het is een stukje idealisme. Als je al de bekoopt, dat merk je, ze is Nicolon de meeske die hier is tien. Het is een saamhorig dorp. Het is echt nog meer skip. En dat vind ik wel prettig, want van het geloof kan je net zo volle skelen, maar van het kerk op zich is het natuurlijk een onweest. We zijn op een Corine spelen, dat is wel jongen. Dus we hebben heel wat genoeg. En dat maakt het hoffelijk en makkelijk. Maar mijn broers die hebben wel eens wat strijd of zo. Nee, dat hebben we net. Vroeger sloegen we korte hassen zien, maar op een gegeven moment. Toen gingen we melken bij de boer. Daar ben ik wie gaan we melken geweest, dan hij ik. Toen moest hij in het eerste, toen heb ik het even van hem om. En toen hij het eerste wel kwam, hebben we dat geweldige jerenhand. En dan leerst werken, te jaren. En dat werk uit de hand nemen van mijn koor. Dus even in het eerste had hem goed in. Ja, dat heeft hem heel goed dient. Dat is nooit verkeerd. Nee, dat kun je iedereen onderreden, omdat het wan. Oké. Ja. En wie woonde dan vroeger? Bob. Ja, jongen, ben je sterk. Ja? Ja, 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 ja. Dus ja, nou ja, goed. Spannender wordt dan. Ja. Nou, maar dat jij erbij. Ja. Nou, onderlinge strijd. Zonder strijd geen overwinning. Nee.